Bij de vorige aflevering werd ik door de Ierlanders met open armen verwelkomd. Ik kreeg hier en daar geld van hun. Ik heb genoeg geld gemaakt om mijn volgende moneymaking techniek in zijn werking te zetten. Ik ga met 1 euro door heel Europa reizen. Ook wil ik graag aandacht besteden aan Congo. Wat er daar allemaal aan de gang is echt niet oké. Voor elke abonnee die we deze maand bijkrijgen, doneer ik 10 cent uit mijn eigen zak. Dus stel je voor, er abonneren 10.000 mensen deze maand. Dan moet ik 1000 euro doneren van mijn eigen geld naar Congo. Dus hier kunnen mij letterlijk bloed maken. Een hele goede middag, dames en heren. Het is inmiddels al dag 22 van reizen door Europa met 1 euro. Ik bevind me momenteel in de luchthaven. En jongens, mijn plan heb ik verteld gisteren toch? Ik ga chipspakketten kopen. 2 euro per stuk en die verkopen. Ik heb vandaag een goede vriend ontmoet. Weer een Amerikaan, man. Zijn naam is Day. Ik ga hem nu aan jullie voorstellen. En hij doet hetzelfde als ik doe, maar zonder geld. En ik heb wel een camera bij, maar filmt dat jammer genoeg niet. Ik weet niet waarom. Ah, bonsoir, bonjour, monsieur, monsieur, en madame. Oh my, the name is Day. I'm from Chicago, Illinois. I don't know what to say. I heard about his story and I wanted to help. Help him however way possible. So what I'm doing right now is I'm gonna give him 5 euros. Damn. And then also a card for public transportation here in Ireland. So it has $20 on it. I put 20 or 20 euros on there. So you can swipe as much as you want. So you don't have to walk no more. Wow, thank you, man. I appreciate it, man. God bless you. Of course, anytime. Each one teach one, man. And I hope it benefits you into the future and into this journey. I traveled with 0 euro, 0 euro. Respect, want ik doe dit met 1 euro. Ik moet winst maken met 1 euro, maar hij doet dat met 0 euro. Letterlijk, mensen betalen voor hem. Hij betaalt niks, het is wel legit dan. Ik weet niet hoe hij dat doet, maar hij heeft mij geholpen, man. Hij heeft mij 5 euro gegeven. En een busticket dat helemaal opgeladen is, dat ik gewoon kan gebruiken. Want gisteren heb ik helemaal gelopen van het centrum tot de luchthaven. Dat was 11 kilometer. 2 uur in precies, om precies te zijn. Deze man heeft mij geblest, dus ik denk dat ik hem ook moet blessen. Als ik gewoon morgen een goed gevoel heb, dat ik gewoon zijn vlucht betalen, man. Want wie goed doet, gaat goed ontmoeten. En deze man heeft mij geblest. In deze reis heb ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen. Zoveel mooie mensen leren kennen. Dus als alleen gaan reizen, dat is zo mooi. Want je gaat heel veel nieuwe mensen leren kennen. Prachtige zielen. Dus dit is echt wel een mooi teken van. Ik zit momenteel op de bus. Sarah, dat D voor de busticket die hij mij gegeven heeft. We zijn aangekomen bij de winkel. Ik ga jullie laten zien waar we de chips gaan kopen. De winkel van gisteren, of daar. We hebben de chipspakket nu naar de kast gaan afrekenen, jongens. We hebben de chipspakket gaan halen. En 1 chipsak kost 2 euro. Dus we gaan de 16 verkopen. 16 maal 2, easy math 32. Dus hopelijk kunnen we alles verkopen. En gaan we met een mooie buit naar buiten. Ik heb vandaag geen geluk, man. Ik heb altijd concurrentie, man. Altijd. Geen stress, man. Helemaal naar achter gaan. En vandaar starten. Dan gaan we zien hoe mijn verkoopskills gaan zijn. Oké, jongens. Je hebt ook verschillende smaken. Je hebt smoky bacon. Je hebt cheesy en onion. En salty en vinegar. De meesten hebben zelf nog keus voor andere smaken. Het is niet maar één smaak. Je hebt verschillende smaken, dus. Normaal gezien moet dat lukken. Ik ben benieuwd. Ik heb heel veel concurrentie vandaag. Ga ik veel. Er zijn zeker 20 mensen daar die ook dingen aan het verkopen zijn, geld aan het vragen zijn, geld aan het doneren zijn, donaties aan het vragen zijn. Dus ja, man. Heel veel concurrentie, maar concurrentie gaat mijn level gewoon omhoog laten tillen. Dus laten we nu starten. Jongens, ik ga jullie één ding vertellen. Hè. Er is één ding dat niemand hier heeft dat ik wel. Een YouTube-kanaal, jongens. Een YouTube-kanaal en een camera. Dus normaal gezien moet dat in mijn voordeel spelen. So I'm a YouTuber from Belgium. And today is my last day. I travel Europe with 1 euro. Okay. I tried to raise 10.000 euros for Congo. 2,000 euros? Yeah, through my GoFundMe link, through my daily vlogs. Okay. So today I need to make the most money to get a plane ticket. Tonight, yeah. I want to buy, but at least you don't even have euros. I just have pounds. And all the pounds are my cards. I know pounds. I just need euros now. No worries, thank you. Okay, have a nice day. Thank you, man. Thanks, man. Die shopping center spree daar, joh, die straat, hoe dat ik noem, die wijk. Of die straat, anyway, was veel te druk, man. Ik ga nu naar een andere straat, Wexford Street. Daar zouden ook heel veel shoppers moeten zijn. En minder druk, want daar is het gewoon veel te druk, man. Ik kan amper lopen. Ik heb geen kans zelfs mensen aan te spreken. Ja, jongens, ik weet niet waar ik ben beland. Maar het is hier niet zo gezellig, laten we dat zeggen. Niet zo gezellig hier, maar ja. We moeten doen wat we moeten doen. Excuse me, can I ask you a question? Sorry?
I can ask you a question. I'm a YouTuber from Belgium. I travel to Europe with 1 euro. No, I'm just vlogging myself. No, okay, no worries. Have a nice day, hè. Niemand heeft cash, man. Dat is fucked up. Even zien hoe ik eraan aanpak, jongens. Even zien. Dit is weer zo'n momentje dat het even vastloopt, maar eenmaal ik één klant heb, dan gaat het balsje beginnen rollen, denk ik. Dus het balsje moet gewoon één keer beginnen rollen en dan heb ik de beet binnen, jongens. Are you willing, someone willing to buy one crisp to help me out? Nobody have cash out here. Yeah, I ask everybody, everybody have card of Apple Pay. What do you say? What is it for? I'm selling this crisp today because I've traveled Europe with 1 euro. This is my 6th country already and I tried to raise 10,000 euros for Congo through my vlogs. Like one is 2 euro and then for 3 is like 5 euros. Oh, nice, okay. can I film you? Yeah. Yeah, okay. Okay, let's go. We got the first donation, man. Shout out to you. Okay, you hold it for me. Okay. Got which which you want, like bacon? One of each. One? Yes, sir. This is the third one. Yes, sir. Thank you, man. The first transaction. Let's go. 5 euro. No, we got my clothes now. Okay, jongens. Dit was geluk. We hebben ons geld al teruggekregen. We hebben 3 zakken chips verkocht voor 5 euro. Besef, heel de zak kostte gewoon 5 euro. Dus nu kunnen we alleen maar winst maken. We hebben nog 13 zakken over, dus laten we die ook verkopen. En zien met hoeveel geld we naar huis kunnen gaan. Dus ik ben super hyped. We hebben ons geld al terug. Nu op naar de volgende koper. Let's go! Oké, jongens, we hebben weer een transactie. You want to buy one? One. Okay, what's your name? What's your name? Freezy. Buy some crisps. Crisps. You know, right. I see you. Okay, hold on. Yes. Which flavor you want? You got like let me get some smoky bacon, cheese and onion. Cheese and onion. This one. Yeah. Yes, sir. Thank you, man. Yeah, I appreciate it. Nice doing business. Oh yeah, business. My instant. Bye. We hebben weer verkocht 2 euro erbij. We hebben al 7 euro. Nog 12 chipzakken te gaan. Do you want to help the cause and buy maybe one? Do you got cash on you? If you know, no worries. Okay. Nee, no worries, man. Ze hadden geen coins. En ze wisten ook niet wat er gaande was in Congo. Jammer. Maar ja, daarom ben ik hier. Hè. En proberen mensen een beetje te laten weten wat er allemaal gaande is in Congo. Want heel veel mensen zijn niet op de hoogte wat er daar allemaal aan het gebeuren is. Wat super jammer is. Dus ja, Akaza voor de rescue. Ik heb heel deze reis nog geen enkele Congolees tegengekomen. Is dat niet vreemd? Geen enkele Congolees ben ik tegengekomen. Ik weet niet hoe dat komt. Maar is not meant to be precies. Hè? Hoezo? Ik strijd hier ook Congo, maar ik kom hier enkele Congolees tegen. Wat super raar. We hebben hier 3 strijders gevonden. What's your name, brother? Keen. Jake. Jake. MJ. Okay, I got a question for you. Do you know what's happening in Congo right now? What? What's happening in Congo right now? Are you aware of what is happening there? Congo. Yeah, Congo. The Congo River. No, not the Congo River. Like, there is a war going on. That's why I do these sales, you know, to raise awareness. But you want to buy some crisps? Yeah. Okay, like which flavor you like? Cheese and onion. Cheese onion? Ah, the red one. Yeah. That's for you. Yep. Yes. Thank you, man. Thanks, bro. You which one you want? Orange. Orange? Let's go. You want to say to the people in Belgium? The message. All good. Belgium, all Belgium. You're Belgium, man. Kevin De Bruyne, the best midfielder ever. Thank you, boys. God bless you. We hebben momenteel goed verkocht. We hebben al 1, 2, wacht, hoeveel zakken hebben we verkocht? We hebben veel zakken verkocht. Maar ik weet, we hebben 5 euro gemaakt. 2 euro, dat is dan 7 euro. 9 euro. 11 euro. 11 euro heb ik gemaakt. 6 euro winst alvast. Dus dat is supergoed. Nu ga ik nog blijven verkopen. En als ik zeg maar 20 euro heb of zo, of 16 euro, ga ik de rest van de chips weggeven aan de daklozen. Want ik ben daar niks mee, snap je? Dus ga ik beter eens goed doen aan de daklozen geven. Want zij hebben ook eten nodig. Natuurlijk, chips niet gezond, maar beter dan niks in de, mond, in de maag krijgen, snap je? Dus dat gaan we doen. Als ik genoeg geld heb, dan ga ik de rest van de chips zakken gewoon geven. Ik heb eindelijk Congolese mensen ontmoet. Lobagalingala. Nalobanini. Lobagaga. They blend to support me, no compound. Which flavor you like? I'll see. Thank you. God bless you. You can take. Come on.
Good job, Benis, lekker. Thank you. No problem. Bro. Ah. No problem. No problem. Have a nice day. Ik zweer het u, God werkt echt in mysterieuze wijze. Ik zeg het, zo. Dit kun je gewoon niet scripten. Dat is super grappig. Dus ik ben super blij. Ze hebben ook gekocht natuurlijk, dat Congolezen. Natuurlijk gaan ze mij supporten. En we hebben momenteel 18 euro gemaakt en we hebben nog 6 zakken over. Super goed. Dus ik ga nu zien of ik nog 2 of 3 kan verkopen. Zo niet, dan geef ik de rest van de zakken gewoon weg. Dan ga ik zeggen, gewoon sowieso. En shout-out naar iedereen die aan het kijken is deze video. Ik hou van jullie allemaal. Jullie zijn allemaal strijders. Ik lees jullie comments allemaal. Dus jullie geven altijd elke dag motivatie. Dus geloof naar jullie, man. Pak even nog mededelen voor jullie. Oké, jongens, we hebben hier weer 2 buyers. Legends. So, y'all the legends of the day. What's your name? Introduce yourself. John Smithens. Alright. Killian. Why so long for your name? You know Killian? Yeah. Alright. Yeah, the red one. The red one? All right, red one for you. Thank you. Let's go. And you also what? Ah, another one. You're all right. All right. Thank you guys. Do you have a message for the people in Belgium maybe? No message? All right. Thank you guys. Oké, jongens, we hebben momenteel weer 2 verkocht. Dat betekent dat we nog 4 zakken over. En die 4 zakken ga ik gewoon weggeven aan de daklozen. Dus ik ga een paar daklozen zoeken. Ik kan natuurlijk hun niet filmen. Want ik kan geen daklozen filmen, snap je? Dat is een beetje disrespectvol. Dus in het leven moet je soms ook gewoon teruggeven aan de mensen. Ik ben nu in een positie dat ik kan teruggeven aan de mensen. Zelfs, dat is niet veel, maar ik kan tenminste iets weggeven. En dit gaat me goed doen, snap je? Dus ik ga nu de resterende sipzakken weggeven aan de daklozen. Oké, jongens, ik heb nog 2 daklozen gezien. Ik heb de laatste 2 zakken sips toch? Zoals jullie kunnen zien. Ik ga die nu aan hun geven. En hopelijk gaan ze blij zijn. Jawel jongens, ik heb de sipzakken allemaal weggegeven aan hun. Ik ging natuurlijk hun vingers of handen niet filmen. Vind ik een beetje disrespectvol om hun gewoon te filmen zonder toestemming. Dus ik hoop dat jullie mij begrijpen waarom ik hun gezicht en hun lijf niet heb getoond. Want ja, het is gewoon een beetje raar toch? Ineens camera aan je hoofd en zo. Dus ik heb het gewoon gegeven aan hun. We waren allemaal blij. Dat is super goed. En nu, ik heb hard gewerkt vandaag. Ik heb nog niks gegeten. Dus we gaan naar Tesco. Want we hebben super veel winst gemaakt. Dus ik ga drankje kopen voor mij en koeken. Yo, dames en heren, we zijn er. Tesco Express. Voor 5 donuts, 2,20 euro. Dat is niet slecht. Dat is echt niet slecht. Ik ben even aan het denken. Donuts zijn super lekker. 5 voor 2,20 euro. Jongens, ik zag melkbroodjes en ik was verkocht. 1,25 euro voor een melkbroodje. Echt. Ik ben aan het denken. Melkbroodjes zijn ook super lekker, man. Dit heb ik al geproefd in Londen toen ik daar was voor een side met charity wedstrijd. Dat is super lekker. Dat is zeg maar water met smaakje. En dat is 70 cent. Dus die ga ik sowieso nemen. Jongens, het gaat toch de melkbroodjes worden. Ja, de melkbroodjes gaan toch worden met het water. Let's go. Zoveel moet ik betalen, jongens. 1,95 euro voor deze 2. We hebben onze boodschap gedaan. Het kostte me 1,95 euro. Nu wacht ik op de bus die me terug gaat brengen naar de luchthaven. Daar slaap ik nog 1 keer. En dan vertrek ik naar het volgende land. 1,95 euro voor melkbroodjes en water. Goedkoop, man. Tesco, W voor jullie, man. W. Wakey, wakey. Wakey, wakey. What's the egg and bakey? What you on? How's your success rate? It was good, man. It was really good. Where you get the bread from? That's just a little bit that I used from the winning I made today. Hey. Big money. Congratulations. Yeah, we need to give my man a round of applause. For real. What did you do today, then? Just sleep. Just sleep. Okay. You slept well? I slept real good. Shit, I got somebody bought me food. I got some money. Ooh. The person was sitting over there, their life been gone, but yeah. Oh, nice. Yeah, nice. You got yourself a treat. Now, of course, I got myself a treat. But that's it. He's been chilling. Okay, jongens, ik ben momenteel op het vliegveld. En ik heb hier mijn melkbroodjes, jongens. En mijn super lekkere Tesco drankje. Als ik je zeg, dames en heren, dit is super lekker, man. 70 cent. Dit is mijn laatste keer dat ik hier ga slapen. En dan morgen vertrek ik naar een ander land. Als ik kunt raden naar welk land ik naartoe zou gaan, ken het concept. Dan mogen jullie meedoen in mijn video in 2024. Vandaag was een geslaagde dag. Heel veel leuke mensen tegenkomen. De vibe was supergoed. Dit is echt het eerste land waar ik zo goed geklikt heb met heel veel mensen. Iedereen was super energiek. Iedereen was niet camera saai. Dus Sarah en iedereen in Ierland. Maar als jullie plezier willen maken, jongens, kom naar Ierland. Ierland is echt een super mooi land. Dat wil ik nog even kwijt hebben, jongens. Ik ben super dankbaar voor jullie. Ondanks dat de views heel laag zijn, blijven positief. Want het kan alleen maar omhoog gaan, snap je? Het kan alleen maar omhoog gaan. Kan niet nog meer dalen. Het kan alleen maar omhoog gaan. Dus dat we blijven doen. Dus Sarah en jullie. Ik ga voor jullie allemaal 1 voor 1. En ik ga verder.
mijn avondeten eten. Jawel jongens, vandaag was een super productieve dag. We hebben super veel geld gemaakt. Shout-out naar de mensen allemaal in Ierland. Maar nu bevind ik mij op de luchthaven, want morgen vertrek ik naar een nieuw land. Dus kan je raden naar welk land ik naartoe zou gaan? Dan ken je het concept al. Dan ga jij meedoen in mijn video in 2024 in januari. Vergeet sowieso ook niet te liken, te delen. En als je iets kan missen, geld, doneer. Alsjeblieft, doneer. Het wordt geappliceerd. Alles maar 10 cent, 5 cent. Alles wordt geappliceerd. Dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe aflevering. Ciao.